Goedemorgen, beste kijkers. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Zuidwest Cultuur. En deze keer op locatie. We staan hier in het Fries Scheepvaart Museum. En naast mij staat Anke Roorda. Ja, goedemiddag. Anke, vertel heel kort, wat gaan we zien? In drie zinnen even. In drie zinnen, ja. De expositie van Sterke Jurken. We gaan op avontuur en we gaan de strijd aan tegen de plastic soep. Dat gaan we zien. Nou, we staan hier aan het begin met de introductie. Dat vertel maar even. Ja. Ter introductie van deze prachtige tentoonstelling. Nou ja, je ziet het al, overal olietonnen. En zo begon het avontuur eigenlijk een beetje van de Sterke Jurken. Zeven jongens die een vlot bouwden, gewoon voor de lol. Ja. En lekker gingen varen. En ja, misschien moeten we zomaar even een stukje doorlopen. Kunnen we de oude beelden zien. En ze gingen met het vlot naar Engeland. Nee, we gaan door. Kijk, hier hebben we al twee vlotten staan. Ja, eigenlijk. Ik loop even van deze kant. Even. Ja, dat is wel handig. Kijk, dit is natuurlijk hoe kinderen van nu vlotten bouwen. Met pellets. Ja. Ook nog met olievaten. En die olievaten die komen steeds weer terug. Want op een gegeven moment, ja, je kunt het hier zien aan de foto's, zeg maar, ja. 50 jaar geleden. Dat is het vlot, daar staan ze op ja. met z'n allen. En nou ja, de biertap prominent in beeld. Een tentje en bovenop, maar ook masten en zeilen. Eigenlijk alles van gebruikte materiaal. En hier gingen ze gewoon een beetje door Friesland, zie ik, hè? Ja. Langs de vaart. Nou inderdaad, dat is met Sterke Jurken 1. Maar toen kregen ze toch het idee om naar Engeland te gaan. En dat lukte niet op dat vlot. Dat was niet sterk genoeg. En het ging ook helemaal fout. Uiteindelijk hebben ze Sterke Jurken 2 gebouwd. En toen zijn ze wel naar Engeland gevaren. En die werd speciaal gebouwd voor de overtocht? Nou, om toch dat stuk op de zee te overleven inderdaad. Oké. Ja. Nou, dan lopen we wat verder. Dan lopen we door. Naar nummer 2. Ja, kijk, dan komen we hier bij de Sterke Jurken en de tocht naar Engeland. Nou, het staat al 2 jaar later. Probeerden ze nog een keertje met een verbeterde versie. En ze hebben het gehaald. En ze kwamen in Londen aan. En onder de Tower Bridge hebben ze bedacht van dit was een mooi avontuur. Ja. Gaan we kijken of we nog verder kunnen. De oceaan over. En dat dus hebben ze besloten. Dus de ambitie ging nog verder? Die ging verder. En het was eerst een grap. Maar het werd iets serieus. En ze dachten, daar past ook een missie bij. Maar even de resultaten van 2. En toen was er al, denk ik, wat onderweg tegengekomen aan dingen waarvan ze zeiden nou, van ja, nou, dat zit precies. Niet goed. Nee, nou precies. Hè, daar waar wij voor staan, zeg maar. Deze olietonnen in de jaren 70, dat speelde wel een grote rol, zeg maar. Hè, echte olievervuiling in de zee. Ja. En daar hebben ze een missie aan verbonden. Dus een nieuw vlot bouwen, een grote reis maken en strijden tegen de olie. Ja. Nou, in deze tentoonstelling, ja, we hebben het natuurlijk een beetje aangepast voor de familie. Ik zie witte jassen. We hebben labjasjes, we hebben hier een laboratorium. En hier kun je ook kijken van wat het dus doet, hè? Water en olie, zeg maar. Hè? Het is bijna een onzichtbare vijand in dit geval. Ja. Je ziet het al, deze laag die dekt alles af. Hè? Dus alles wat eronder leeft en boven vliegt. Ja, dat overleeft het niet, hè, met zoveel olie. Leuk. En hier kunnen kinderen gewoon zelf even op het lab... Ja, die kunnen hier lekker aan de slag, inderdaad. Dingen onderzoeken. Ook hier met de plastic soep. Past natuurlijk niet helemaal in het tijdsbeeld van die Sterke Jurken 2. Maar voor kinderen is het wel heel relevant, hè, die plastic soep. Dus die komt steeds weer terug. Sorry, het is even een bruggetje naar, zeg maar, naar de derde. Ja, nou precies. Leuk. Ja, zo'n laboratorium. Dus hier een stuk of 5 verschillende proefjes. Ook... deze is misschien wel leuk om even te laten zien, want je ziet hier 5 potten met water. Ja. Dan vragen we aan kinderen van waarvan denk jij dat het de schoonste is? En dan denken ze natuurlijk dat het deze is. En dan hebben wij er neergezet. Ja, dat weet je niet zeker, want hij kan natuurlijk vol zitten met microplastic. Kan je niet aan de kleur zien. Ja, dat kun je niet zien van buitenaf. Dus vandaar de microscoopjes. Nou, deze die is mee geweest op reizen. En je kunt al zien... Die heeft op de bodem van de zee gelegen. Ja. Maar zij gingen dus onderzoek doen naar de olievervuiling. En deze ging zat. Mee. Nog veel meer materiaal. Maar we gaan naar de Sterke Jurken 3. En we komen op de oceaan. En dan gaan we vertellen hoe dat verhaal dan verder deze gaat. Deze kwam er van de Noordzeebodem? Nee. Deze heeft in Bonaire gelegen. Oh, deze is van deze later. Is meegegaan. Oh, die is teruggekomen, Ja. Nou, dan zitten we hier... Bij de Sterke Jurken 3 al. Dat is de 3, dat is dus degene die over de oceaan is gegaan. Die is gebouwd, inderdaad. Nou ja, we hebben daar een prachtig sfeerbeeld. Het lijkt net alsof je op het vlot staat. Dat vlot hebben we natuurlijk een beetje nagebouwd van de Sterke Jurken 2 en de Sterke Jurken 3. Maar wel om een beeld te geven hoe dat dan ging. Met die grote pijlers daaronder, buizen, zeg maar. Hè, die buizen. En daar hadden ze hun kleding in en hun medicijnen. Ja. Maar ook hun voedselvoorraad. En het zeilpak hebben we daar bijvoorbeeld. En dan zie je ook, zit een band aan, hè, ook met touwen.
Want het kan raspen ook op de oceaan. Nou, we hebben en dit daar was dus heel goed voorbereid. Oceaan, ja, stormen, zeker. Alle soorten windtypes, windstiltes. Ja, ja, dus dat is heel degelijk voorbereid. Ja. Pakken, ja. Reddingspakken. En 4 man mee aan boord. Ja. Nou ja, onderzoeksmateriaal. Maar goed, de reis zou naar Curaçao. En ze stranden bij Bonaire. Daar liepen ze tegen de klippen. Vlak voor de finish. Ja, eigenlijk wel. Oh, ja, ja, dat scheelt niet zoveel zeemijlen. Maar het vlot is gezonken en alles wat erop zat is dus ook gezonken. Dus dit is weer boven water gehaald. En het leuke van deze pad is, en dat laten we vaak ook aan de gezinnen zien, van kijk eens even wat er in zo'n grote augurkenpad zit. Ja, de vliegende vissen, want die vlogen gewoon op de oceaan op het dek. Nou ja, wonder boven wonder is dit bewaard gebleven, zeg maar. En ze hebben nog wel wat onderzoeksmateriaal kunnen redden, maar een heleboel ook niet. Heel veel niet. Nee, zeker niet. Al die logboeken met al die onderzoeksresultaten is allemaal verdwenen. Hmm. Dus, maar goed, kijk, hier hebben we ook een mooie Jerkenjournaal. Ja. En in de Telegraaf had je ook pagina's vol met de avonturen van de sterke Jerken. Dus in Nederland waren ze goed op de hoogte van wat er gebeurde. Mooi. Ja, en nog een beetje een maquette van de sterke Jerken 3. Waarmee ze dat avontuur op zee. Maar goed, en dan is de club van de sterke Jerken helemaal die zegt teleurgesteld. Of zeggen ze we gaan door. Nou, ze wilden eerst dat vlot naar boven zien te krijgen. Ja. Dat hebben ze 2 keer geprobeerd en dat lukte niet. En toen jaren later zeiden ze, nou, we gaan het nog een keertje proberen. Expeditieschip, daar naartoe. Smit, internationaal heette dat toen nog. Met de grote ballonnen, dat vlot weer naar boven gekregen. Toch. Met heel veel specialisten, maar er was natuurlijk niet zoveel meer van over. Maar toch met hak en plakwerk en noem maar op. Vlot weer in elkaar gezet en de laatste tocht naar Curaçao gemaakt. Oké. Okay. Maar daar heeft het vlot nog 2 jaar gelegen. Meer voor het idee van... Meer het idee om de reis af te maken. Ja, mooi. Dan... Jaren later, we gaan verder. Ja. Dus het stopt niet, het gaat door. Het stopt niet, nee, zeker niet. Nee. En even voor de kijkers, dit is natuurlijk een vlot waar kinderen heel veel leuke opdrachten kunnen doen. Dus ze kunnen lading hijsen. Erop. En je ziet daar ook een kat, want ze had een kat mee aan boord en ze had een papegaai mee aan boord. En hebben het beide niet overleefd. Nee, dus helaas. Een herinnering. Maar goed, ze zijn hier nog even bij. Maar dit is voor de verbeelding van de kinderen. Ja, absoluut. Kunnen lekker spelen. Ja, zeker. Hè? Even met het ankertje, de olievlekken tellen. De lading mag mee aan boord. Mooi. Dus dan komen we hier bij tijdvak 4. En dat speelde nog niet eens zo lang geleden af. Toen zijn de mannen weer afgereisd naar Bonaire. Wilden ze het monument herstellen. En op Bonaire kwamen ze erachter dat er zoveel plastic troep en soep was op het eiland. Ja. En zeiden, jongens, dit moet toch anders. En toen borrelde het idee op om een sterke Jerken 4 te maken. Toch? Een 4. Ja, toch een 4. Okay. Zoals dat vaker ging bij deze mannen, die bedenken een plan en van niets... Ja, maken zij iets. Ja, en ook dit keer. En voortbordurend denk ik op de sterke Jerken 3. Ja. Ook. Kijk, we hebben hier nog even een plattegrond van de reis. Oh, hier zien we de reis nog even, waar we het over hadden. Ik zal hier nog even het werkblad voor de families vandaan. Oké. Okay. Nou, je kunt een beetje zien hè, hoe dat dan ging. En ook, kijk, er waren natuurlijk wel onderzoeksresultaten, maar het meeste is natuurlijk verdwenen op de bodem van de zee. Dus eerst Bonaire en toen later toch nog Curaçao. Ja. En daar kun je ook zien hè, hoe het schip eruit zag. Dus het heeft ook niet zo lang in dat zeeaquarium Curaçao gelegen. Nee. Het ligt nu op de bodem. Mooi. Ja. Maar goed, het ging verder. En dan, ik loop even dan zien mee. We hier. De Sterke Jerken 4. En dit schip is in mei dit jaar, 2022, gedoopt in Leeuwarden. Gebouwd in Harlingen, met heel veel geld van sponsoren, noem maar op. En met dit schip, en dat is heel erg leuk, gaan ze de strijd tegen de plastic soep aan. En dat doen ze met scholieren. Dus kinderen van het voortgezet onderwijs, die mogen een dag mee aan boord van dit schip. En het gaat eigenlijk om een stuk bewustwording. En dan hebben we gewoon gezegd, dan maken we een soort expeditieschip. Ja. Dat hoeft niet heel ver weg, dat kan vlakbij blijven. Ja, maar echt een educatief schip, met scholieren en helemaal daarop gemaakt. Ja, inderdaad. Hè? Dus zoals eerst een strijd tegen de olie ging, gaat het nu tegen de plastic soep. Hij heeft hier bij de opening gelegen, achter het museum. Hartstikke mooi. Ja. En waar ligt hij nu? In Leeuwarden, denk ik, hè? Nee, in Harlingen. Nee, Harlingen. Even onderhouden. Okay. Ja, en dan straks dan... Dan kan hij er ook weer even uit. Dan vaart hij weer uit. Ja, hij heeft even wat onderhoud nodig. Mooi. Ja. Nou, mooi. We zijn er niet helemaal, maar het mooi dat inderdaad die 4 etappes zo duidelijk uitgebeeld zijn. Hè? Ja. En tussen wat de bevindingen zijn. Ja.
En nou, dan hebben we hier bijna het eind van het tentoonstelling. Ja, althans, van het binnengedeelte. Ja, van het binnengedeelte inderdaad. Ja, nou ja, wat hebben we hier? Soep. Hier hebben we dus zo'n pijler, waar we, dat is deze buis, zeg maar. Okay. Dezelfde doorsnede. Okay. En daar hebben we nog een stukje van. En als je hier dan doorheen kruipt, ja, dan kom je in onze plastic soep, zeg maar. Okay. En, nou, de kinderen hebben altijd neiging om het door te kruipen. Die vinden het prachtig. De ja, opa dat is en mama's een, en papa's niet meteen. De bemanning van de sterke erken, die kruipt er zo doorheen. Ja, ja, dat mooi. Is het leuk. Mooie. Maar ik denk dat het leuk is dat we even naar dan de lopen wij even om. Gaan ja, kijken. Ja, ja. Want binnen valt ook niet veel te filmen dus, in het donker te denken. Nee. Het is een doolhof wel. Van plastic. Ja, mooi. Ja. Zijn we hier aan het uitgang van het doolhof? Dit is het doolhof inderdaad, ja, van de plastic soep. En de kinderen die zwemmen daar doorheen en die komen er hier weer uit. En dan kunnen ze deze stickers volgen, want dan gaat de plastic soep expeditie die gaat door. En hier hebben ze daadwerkelijk ondervonden wat het dan inhoudt, al die plastic. En als je daar eens even kritisch naar kijkt, dan schrik je er ook van hoeveel ja. plastic wij gebruiken we allemaal en nodig gebeurd. Hebben. Ja. En hoeveel hij ook precies. rondslingert. Precies. Nou, en die grote witte meneer? Ja, dit is even een grapje natuurlijk, maar je ziet het al. Ja, die heeft natuurlijk ook last van het plastic. En ik laat je straks nog een dier zien, die heeft er nog meer last van. Okay. Deze is vrij groot. Ja, ja. Mooi. Dus nou. We kunnen, net zoals de bezoekers dat doen, die gaan dan de stickers volgen. En dan komen we bij onderdeel 5. En dat is de plastic laatste onderdeel en dat is zeg maar het buitengedeelte van de tentoonstelling. Ja, hands-on okay. zeg maar. Dus we gaan aan de slag. Ga maar voor, ja. Jij weet de weg. Zeker. Nou, hier zijn we buiten. Ja. Dit is dus een buitenexpositie. Ja. Ik zie allemaal vijver, hokjes. Klopt. Vertel eens even, wat zien we hier? Ja, Anke? Wat zien we hier? Nou ja, er is hier vooral veel te doen. We hebben, nou misschien is het handig om het zo even te volgen. Ja? Deze vis hebben we laten maken, die zie je ook wel vaker in havens. En deze heeft zijn buik vol van plastic, letterlijk ja. en figuurlijk. Ja. En we vragen dus ook de scholen om plastic mee te nemen. Want ja, het is een heel vervelend materiaal, maar er zijn ook weer ontwikkelingen die van plastic iets nieuws kunnen ja, maken. Klopt. En dat laten we dan hier zien. Dus we lopen okay. langs die vis en dan komen we hier. En dit geeft hier een beetje hoop. Oké. Okay. Nou kijk, deze plastic bank is helemaal gemaakt van gerecycled plastic. En die visnetten, die hangen er niet voor niks. Want die visnetten, die worden ingezameld. En dat gaat naar Langhorst, hier in Sneek. Ja? En die okay. hakt dat in kleine stukjes. Die maakt er korrels van. En van die korrels, ja, dan heb je eigenlijk weer nieuwe grondstof. En dan maak je weer recycling. Zo'n picknickbank. Ja, mooi. Ja, of deze, hè. Nou, ook heel veel tuin schuttingen en worden veel van gemaakt, hè. Of en kinderen herkennen het vaak van ja. de speelmaterialen, mooi. Zandbakken, noem maar op. Ja. En hetzelfde wordt gedaan met landbouwfolie, maak je dus deze korreltjes. Okay. En het kunstgras maak je deze korreltjes. Okay. En van doppen, er zijn veel mensen ja. die doppen verzamelen. Kijk, het lijkt bijna kunst. Ja. Ja. Maak je dit. Ja. Dus maar dit kun je weer recyclen. Plastic, korrels, ja. samenpersen, oud, kunststof. En weer iets nieuws ja. maken. Nou ja, en deze vergaat nooit weer, ja. denk ik. Nou Anke, we staan hier bij een vijvertje en er ligt een bootje in het midden van het terrein. Vertel. Ja, zeker. Dat is onze Plastic Hunter. En, die is gemaakt, we hebben hem eigenlijk gemaakt uit de 3D-printer. En het is een tekening die gemaakt is voor de mannen van de Sterke Jerken. Want eigenlijk willen ze met deze Plastic Hunter ook de zee op gaan. En moet hij ook groter worden. Dus dit is eigenlijk een miniatuurmodelletje. Het is een proefje. Hij werkt op zonne-energie, nog niet helemaal. Er zit een groot net achter. Je kunt hem op afstand besturen. Okay. En op die manier kun je het plastic uit het water vissen. Nou goed, en we hebben het grootste deel van de tentoonstelling gezien. Ja. Hoop ik heel veel uitnodigingen om te komen, om zelf mee te spelen en aan de gang te gaan. Zeker. Nou, ja. we ronden af en nou zie ik een hele vrolijke medewerkster. Ja. En vertel eens, waar word je vrolijk van als je dit soort dingen vertelt of als je die kinderen ziet? Als ik dit zie, nou dat er gelukkig nog hoop is. Hè? Die kinderen zijn heel goed op de hoogte en van de relevantie van de plastic soep. Ja. En we vertellen hier ook een verhaal van scheid dat afval, dan kunnen we nog mooie dingen mee doen. Ja. Dus mooi. Er is nog hoop. Dus dat, mooi. Is, dat is het fijne, positieve boodschap. Goed zo. Ja. Zeg, en de tentoonstelling is te zien tot, die gaat de hele winter door, hè? Maart, ja, tot maart. Ja, tot maart volgend jaar. Zeker. Mooi, ja, dan als het goed is, komt het volk met de Sterke Jerken nog een keertje. Oké. En dan sluiten we het af. Ja. En als kinderen of ouders nog iets meer willen lezen hierover, op de site www.vriescheepvaartmuseum.nl. Ja, oké, nou, dat zetten we nog even in beeld. Ja. Dan kunnen ze daar staat ook uitgebreid over de tentoonstelling. Ja, zeker. Nou ja, en bijna altijd open, hè? Zeker. Goed. Zeven dagen in de week. Ja. Nou, Anke, hartstikke mooi. Ik vond het leuk om even met jou mee te lopen door deze prachtige tentoonstelling. Ja. En ik wens je heel veel succes en plezier met je mooie werk in het museum. Okay.